Ik ben gestart in 1991. Ik ben gestart op mijn 25-jarige leeftijd. Ik heb jullie richting gevolgd. Ik denk dat wij echt onafhankelijk zijn. Makelaar hoort onafhankelijk te zijn. We hebben twee afdelingen. We hebben een afdeling verzekeringen en we hebben een afdeling financieel advies. Iets terugdoen voor de samenleving zit echt wel in ons DNA. Dat geeft ons ook energie. En wat we vandaag doen, is de jonge studenten helpen de juiste keuze te maken. Voelen, tasten, waar liggen mijn talenten en hoesting heb ik zin om ooit een verzekeringspro te worden. En op die manier kunnen ze hier een dagje meelopen. Hebben ze effectief die passie en die hoesting daarvoor, dan kunnen ze de richting verzekeringen en financiën volgen. En zijn we zeker dat deze jonge talenten onze toekomst ook de juiste keuze hebben gemaakt. Ik ben Sien en ik ben hier op bezoek bij Calant Verzekeringen samen met mijn leerlingen uit de richting marketing en ondernemen in het zesde jaar. Waarom is dit bezoek heel waardevol? Omdat het voor de leerlingen echt inspirerend is om een keer mensen uit het werkveld aan het woord te horen. Als ook Peter. Hij heeft heel veel goede waarden mee voor leerlingen in een zesde jaar die op het punt staan om een studiekeuze te maken. Zoals hoesting hebben, ga voluit, ga niet voor middelmatigheid. Dat zijn toch wel leuke waarden om mee te geven aan een zesde jaar. De opleiding Financiën en Verzekeringen aan Gewest bestaat eigenlijk uit drie pijlers. Financiën, verzekeringen en vastgoed. En het is vandaag de pijler verzekeringen dat we graag belichten. Nu, waarom willen we dat doen? Omdat verzekeringstussenpersoon eigenlijk een knelpuntberoep is. En wij hopen op die manier de jongeren te enthousiasmeren. En een tweede belangrijke is dat we merken dat de jongeren onze opleiding eigenlijk te weinig kennen. Een sterkte is zeker en vast ons werkplek leren, onze samenwerkingen met het werkveld. Een dergelijk initiatief is daar een mooi voorbeeld van. Dus wij hopen dat we jongeren de hoesting doen krijgen om een opleiding financiën en verzekeringen te volgen en hopelijk in deze boeiende sector terecht te komen. De lessen op school over verzekeringen waren heel theoretisch. Maar vandaag bij Calant heb ik geleerd tijdens de workshops dat je ook veel verschillende dingen ermee kan doen. Bijvoorbeeld het sociale aspect en ook dat je veel contact kan hebben met klanten en dit maakt het veel interessanter.